Hoe was, bijvoorbeeld, je kan ook voorstellen dat trainers waar je mee gewerkt hebt. Mancini hebben jullie mee gewerkt volgens mij bij Inter. Oh, is Mancini een slecht woord? Nee, wilde je niet. Ik mag geen slecht woord. Dat is wel duidelijk. Ja, Mancini is mooi. Andy, vertel, wat was er met Mancini bij Inter? Ja, bij Inter moet je dan de dag voor de wedstrijd moet je al in een hotel. Hè? Dus dan, dan zit je een dag niks te doen. En dan krijg je bij het stadion krijg te horen wie op de tribune zit en wie op de bank. Dus Edgar die moest een keer naar de tribune. Dus Edgar had gezegd tegen de trainer van tegen Mancini, de volgende keer laat me maar thuis, dan kan ik trainen, weet je wel. Dan mis ik geen dag. Dus, ja, dat is goed. De wedstrijd erop. Edgar moest ook weer naar de tribune. En toen pakte hij hem even bij de hand en zo, weet je wel, even laten weten. Zo. Maar de volgende dag... Oh, Edgar pakte de trainer bij de hand. Ja, Mancini was gewoon eventjes... Ja, dat hoort erbij. Maar de volgende dag moesten wij trainen. En Mancini deed ook mee. Maar we gingen een partijtje doen. Oh nee. Deed hij mee? Hij deed mee. Maar Mancini deelde dezelfde shirtjes uit. Dus ik speelde bij Edgar in het team. En Mancini bij de tegenstander. Bij de tegenstander. Natuurlijk, ja. Ik kon wel nagaan wat er gebeurde. Hij gaf hem een doodschop. Niet normaal. Ik heb nog nooit een trainer zo hard over schreeuwen. En zo, hij ging hinken de veld af. Nou, dat was niet allemaal zo. Maar daar heb ik wel van geleerd. Toen ik bij Barnum was, zei hij, luister, als ik trainer moet, zou ik nooit zoiets doen. Omdat wat hij deed, was echt best disrespectvol. En wat jij zegt, kijk, je moet wel een groep creëren. Ik heb nog nooit meegemaakt dat een trainer... zo'n groep, dat hij een groep had met dezelfde spelers die het speelden, in basis, een hekel aan hem hadden. Maar wat hij deed was bijvoorbeeld, nou, dan schreef je op het bord wie er speelde. En dat was het. En dan zit je in de kleedkamer en dan zitten de jongens die zo in de basis staan, gaan zich omkleden en niemand anders kan zich omkleden. Ja. Dus iedereen kijkt zich aan en iedereen zit gewoon te wachten. Als kleine kinderen zit iedereen te wachten. Op wie naar de tribune gaat en wie zich mag omkleden. Dus ze zitten echt zo. En dan 10 minuten voordat je naar buiten gaat, komt er iemand zeggen: ja, jij tribune, ja, tribune, jij speelt. En dan kan iedereen zich pas omkleden. Maar dan ben je echt niet wijs te spinnen. Want wat creëer je? Je creëert alleen maar dat spelers. Ja, dat je daar naartoe komt. Dat je, als je teleurgesteld bent als speler, dat is het eerste wat er is. Ja. En die teleurstelling neem je dan vaak ook mee. Dus volgens mij is het beste dat je een dag van tevoren of 2 dagen van tevoren al een beetje aangeeft. Van hé, hey, hou er rekening mee. Je zou wel eens niet kunnen spelen of wat dan ook. Als je dat de dag zelf doet, dan heb je een probleem. Nou, maar niet eens. Ik denk dat het ook wel makkelijker is. Ook bijvoorbeeld als jij, zeg maar, wat jij zegt, de teleurstelling. Maar als jij al bijvoorbeeld een opstelling geven. En je zegt, oké, luister, dit is de opstelling en deze zit op de bank. Dan kan iedereen zich, zeg maar, daarop instellen. Ja. Kijk, en dan kan je er ook naartoe leven. Want dan ga je naar je kamer en dan weet je, oké, luister, je zit op de bank of niet. Nu zit iedereen zo van, oké, ga je spelen? Ga je naar de tribune? Niemand weet. Ja. Wij hadden het al een keer tegen hem gezegd, luister, weet je, dat is niet de manier. Weet je, maar hij ging me erop door. En toen heb je maar een stevige schop gegeven. Nou, en op een gegeven moment, was hij een beetje bij de hand. En dan heb ik hem... Ja, hij zei toen ook gewoon tegen ons, hij vond zichzelf de beste speler van het team. Van de selectie? Van de selectie, nog steeds? Ja. Hey, maar, De trainer. Ik dacht, hij maakte een grap. Hij zei, nee. Serieus? Ik dacht, oké, nou is goed. Heb je hem een schop gegeven en toen is hij hinkend van het veld gegaan. Ja, maar ja. Ja, ja, zeker. Ja, en dat was mooi, hè? En terecht. Mooie actie. Terecht. Ja. Ja. Was er blij mee. Mooi, eindelijk een keer. Hup, aanpakken die handen. Training daarna.